Choco, choco, choco tof. Choco, choco, choco tof. Michiel, ga jij nu al de band meteen misbruiken voor product placement? Wat? Nee, zeg, ik zou nooit de merknaam vernoemen binnen een artistiek product zoals een bandsong, hè? Oké, nou, dan is het goed. Ça va? Choco tof, Kip? Oké, we gaan verder. De woonzorgcentra. Ze zijn een van de grootste besmettingshaarden van ons land. En er gaat veel fout. We moeten natuurlijk heel erg goed zijn voor onze ouderen. Maar aan de andere kant, we moeten onze ouderen ook weer niet onderschatten. Je mag niet vergeten dat onze ouderen wel veel sterker zijn dan we soms zelf denken. Die mensen hebben al veel meegemaakt. Veel hebben 2 oorlogen meegemaakt. Oké, hoe oud zijn die mensen? He, dan wordt het misschien ook wel een heel klein beetje tijd, hè? Als je meer dan 105 jaar oud bent. Maar nogmaals, we moeten onze ouderen wel beschermen. Kijk, veel oude mensen snappen allemaal niet wat er aan de hand is. En ze weten ook niet meer wat ze een paar seconden geleden gezegd hebben. De meneer vraagt hoe dat is om 105 te worden. Alles is hier. Alles is versleten. Ja, ook die leeftijd voelt alles hetzelfde. Wouter Beke, die er trouwens ook uitziet alsof hij 2 wereldoorlogen heeft meegemaakt, is politiek verantwoordelijk voor alle problemen in de woonzorgcentra en voor de problemen in de zorg in het algemeen. Zoals bijvoorbeeld het probleem Paul Kappelier, de voorzitter van de Belgische Federatie van Zorgkundigen, die er een behoorlijk rare fetish op nahoudt. En ik ben stoot geweest dit weekend. Ik heb alle ziekenhuizen afgebeld. Ik heb alle ziekenhuizen afgebeld en gevraagd van, mag ik in contact komen met de ziekenhuishygiënist? Eeuw, eeuw, alles doet zeer. Terug naar Wouter Beke. In het Vlaams parlement gisteren vertelde hij een verhaal over beschermend materiaal. Want minstens zo belangrijk als het gebruik van het beschermingsmateriaal is het goed gebruik van het beschermingsmateriaal. Verkeerd gebruik van beschermingsmateriaal kan ontzettend contraproductief zijn. Oké. Begrijp ik nou goed dat er mensen zijn die niet weten hoe je het beschermende materiaal gebruikt? Dan heb je te veel vrijwilligers. En wat een totaal onderkoelde manier om te zeggen, hè, dat er van alles misgaat. Dat doen andere politici toch wel anders. Those that didn't get ventilators were said to be in a position only of one alternative, and that was death. Oké. Ik hoop dat die man vroeger nooit verhaaltjes heeft voorgelezen aan zijn kinderen. Maar Wouter Beke, die kan ook straffe taal uitslaan, trouwens. Wouter Beke heeft namelijk een bijnaam voor het coronavirus uitgevonden. Maar het is wel voor het bestrijden van dat peace beast waar we allemaal, waar heel de wereld mee wordt geconfronteerd. Ja, peace beast. In your face, COVID-19. Je bent een peace beast. Ik weet niet wat hij daarmee bedoelt en ook niet welk beest hij daarmee bedoelt. Dat antwoord kwam gelukkig even later via Wouter Verschelde. Wouter Beke heeft denk ik optimaal gebruik gemaakt van een oude techniek in politiek die heet verdringde vis. Ah ja, ik snap hem. Dus nu ga ik gaan zeggen, oh, dat pisbeest, dat is een vis. Leuk gevonden, echt, ga ze goed bezig. Ja. Ja, dank je. Dat wilde ik gaan zeggen inderdaad, ja, dus. Maar de tactiek van verdringde vis is trouwens dat je heel lang blijft doorpraten om tijd te winnen, zodat je niet op de inhoud hoeft in te gaan. Hè? Ja, dat wilde ik ook gaan uitleggen, maar toen viel jij me in de reden. Ook is dat zelf een reden. Oké, laten we hiermee stoppen, Michiel. Dit duurt echt veel te lang. Dus ik ga. Ja, jij zit hier de vis aan het verdrinken, hè? Ja, leuk. Ik ga door. Oh ja, doe nu voort. Ja, ik ga door. De mensen thuis zijn aan het wachten.